van de YouTubers en welkom bij Alton Towers. En het is vandaag onze ongeluksdag, want we gaan beginnen bij de 13e. Ja, ja. Echt fast track. Wat de fuck, we hebben nu weer. Toch niet, kom. Godver. Moest ik per toeval uit eens keer naar Alton Towers gaan? Nee, ik ga het toch niet wagen om te filmen dan. GoPro, dat mag wel, jongen. Ja, dat mag niet. Een totaal filmverbod, als niet te geloven. Er zijn veel te weinig pretparken die nog mals zijn met dat soort dingen. Nou, die park moet je filmen, mensen, dus kom snel. Gisteren is het Rappiepark.7, nu Epitaal.2. Filmen is dat, doe je staan. Camera kwijt, eigen schuld. Ja, doe niet onnozel, jongen. We staan niet in voor de gevolgen. Zo te zien is het een horrorachtbaan. Of mijn horrorthema. Rijks, screws, wat zijn we hebben hier? Het doet me een beetje denken aan Sky Scream van Holiday Park. Nou, van Fast Ride Park. Het thema. Dingen, hè? Zwijgen. Dit is. Nee, dit gaat maar een familieachtbaan zijn, sowieso. Oké, bovenste punt bereikt. Laat de trein los. Ja, Daniel Chandy kan kanker. Oh, daar gaan we weer. Smile stond in de chat. Smile, ah ja, voor een foto. Alle geluk dat je op Minecraft geen middenvingers hebt, want anders had Jonas die uitgestoken. Dat is nog bij jou, dan, Danny. Nee, deze achtbaan trekt ook op, wel op kunnen zakken. Tel hem met Danny. Het stelt niks. Het stelt geen zak voor. Wat gebeurt er hier? We gaan 3 naar achter, denk ik. Oh, nee. Allee, is een hè. Eng. Heel creepy. Amai. Hij schrikt ook echt, jongen. En nu moesten we hier op van verrijden, dat was toch geweest. Oh, dit is nog wel leuk, zo'n stukje dark ride. Wat gebeurt er, jongen? Ik zie geen hol. Oké, het is nog een meevaller deze. In dicht toch, hè? Het is toch een red in de grond. Ja, zo, het is zo'n beetje wakala-achtig. Maar is dat echt dicht ook zo dat hij naar beneden gaat? Oh ja, zeker. Er kan er maar één trein op de trek staan, of wat? Spinball. Ah, dit is de spinning coaster. Oké, de next is de spinball. Hopelijk is hij iets beter dan de Naga Bay. Ik zie die eruit, mensen. Naga Bay is een tegenvaller door al die breaks. Ah ja, maar Red is ook een tegenvaller. Ja. Ik zit er al in, dus ik ga niet pakken. Wat hebben we? Ja. Oké. Okay. There we go. Oké, mensen van Kali Eagle Milvies, we gaan takelen. Op deze gekleurde baan. Ah, daar zie ik een kinderachtbaan. Jonas is content nu. Waar? Daar. Dat blauw. Oké. Okay. Ja, nee, dat is ook weer een met allemaal breaks, jongen. Ja, dat is zo in dat type, jongen. Fake. Niet te veel, jongen. Dat is overal. Dat hebben ze allemaal, maar jongen, ze mogen niet te hard afremmen. Ja. Anders gaat hij te rap en Danny, je kent dat, hè. Te rap. Oh, nog een karretje. Yeah! Ja, geen enkele top-down win als Fear and Force, want die is echt... Die is echt heel mooi. Ja, nee, het is geen slechte. Verwacht hem wel beter dan Naga Bay. Inderdaad, man. Ik zie daar een schommelschip. Fast track kun je denk ik kopen, hè. Ik denk dat, hè. Dan moet je niet al die kutwachtrijden doen. Maar wat een omkoperij is dat eigenlijk, joh. Ja. Ze gaan even geld vragen om een rappere wachtrij te kunnen gebruiken. Ja, en dan maak ik expres die wachtrijden ook kut. Een B&M hangende achtbaan, dat belooft.
Oh, wat duurde dat langer. Oké, we gaan naar beneden. Ik moet alle achtbanen van Alton Towers on Ride bekijken, maar want op Minecraft, dit is geen vette zin, hè. Ja, op Minecraft. Ja, kurketrekker, joppla. Het is wel echt nagebouwd. Is niet slecht. Nee, ik moet die achtbaan eens bekijken nog eens. Ze hebben het gedaan, zo 1 blok is 1 meter. Ja, zo. Op die manier is het park nagebouwd. Ja, die baan is waarschijnlijk zo echt even lang, maar... Hoepla, wow. Ja, geen slechte achtbaan. Wel redelijk kort. Ja, maar niet zo goed als de hangende van Walibi België. De fuck zeg ik, hè? Nee, niet zo goed als Black Mamba, ja. Nee, dat bedoel ik. Wacht. Wat de fuck deed jij dit? Galactia. Dat is de laatste ride voor deze video, mensen. Wacht, Galactia of wat is het? Ah ja, maar red. Als een flying coaster. Nice. Niet vaak. Oké, ik wil... Het was flyen van. Ja, maar dit is denk ik een B&M flying coaster, dus wel wat intenser. Ja, mensen... Er zijn een paar B&M flying coasters en een paar Vekoma. Van de Vekoma flying coasters fly zeker de beste. Niet de meest intense, maar wel de beste. Maar ik denk dat de B&M flying coasters beter zijn. Op het middelste spel klikken ze, staat er. Nee, ik denk dat... Ja, ik wil wel eens voor deze flying coaster naar Alton Towers. Ik denk dat deze wel beter is dan de Fly. Ja, we gaan het direct eens zien, mensen. Maar mooier getimd dan de Fly? Nee, dat zeker niet. Die dan ga ik op die manier zitten. De Fly is de enigste die dat gelanceerd wordt. Dus deze wordt getakeld. Ah ja. Hoe rap gaat de Fly? Dat is niet bekend, maar... Dat is niet zo rap. Hey, what the fuck, ik... Kun je dan misschien met zo'n app? Fuck, ik... What the fuck, ik zie mijn eigen niet in F5. Ik ook niet. Je kunt dan misschien eens met een app bekijken waarop dat gaat. Oké, let's go. Ja, ik denk niet dat het de meest intense flying coaster is. Oh ja, zie je, we worden echt op ons rug gelegd hier zo. Dat is wel nice, dat we zo op onze rug gaan. Ik heb flying coasters gezien met zo echt zo'n fucking vette inversie, jongen. Volgens mij word je daar wel mottig in, zo weet ik. Ja. Ja, als je zo de hele tijd hangt met borstkas daartegen, dan kunnen we wel eens... Nee, hoe soepel dat ook gaat, dit is niet echt een achtbaan dat je de hele dag kunt blijven doen. Nee. Uw benen... Net zoals hier in Bobbejaarland stond, die Enterprise. Allee, nee, wat was dat dan? Ja, Enterprise. Dat gaat op uw rug lag. Ja, Enterprise. En dan op uw buik en iemand moest... En vaak moesten mensen kotsen, jongen. Wow, dit was... Oké. Daar heb je het... nee, het twee stations. Nee, ik denk niet dat deze topt aan de Fly. In de echte. Je hebt wel twee per ons... Ja, twee stations. Schoen voor de capaciteiten verhogen altijd. Bij de volgende video gaan we de Battle Galleons treffen, maar voor deze video gaan we afscheid met de nemen. Ja, dit was de Flying Coaster, dus tot de volgende video in Alton Towers. Joep!